Ja, Karel van der Wij, voorzitter Hogeveen. Dubbele contractverlenging, zowel bij de zondag als de zaterdag. En beiden met 2 jaar verlengd. Ja, dat spreekt heel veel vertrouwen uit. Ja, dat doet het zeker. En dat is vertrouwen van de club richting de trainers. Maar andersom net zo goed natuurlijk. Ja. Het verleden is vaker met 2 jaar verlengd. Denk even bijvoorbeeld aan de Barry Sandink. Dat pakt altijd goed uit. Maar het is natuurlijk ook wel een gok. Een gok. Wel een beetje een gecalculeerde gok. We zien natuurlijk wat er gebeurt om ons heen op het sportpark en met het voetbal op dit moment bij VV Hogeveen. De zaterdag draait gewoon goed. Met Edward gaat het goed, echte clubman. Nico bij de zondag draait ook fantastisch natuurlijk, zoals iedereen kan zien. En er is een stukje beleving wat door de hele vereniging doorloopt. En dat proberen we gewoon vast te houden. Dat moeten we uitbouwen zelfs. Het is wel weer een voorbeeld, een klassiek voorbeeld. Hè? Zodra het met de eerste elftal maar goed gaat, dan straalt dat er helemaal uit op de andere rest van de club. Hè? Nou, ik geloof dat we een paar jaar geleden samen hebben gestaan en toen heb ik gezegd ook van winnen worden mensen vrolijk. En dat klopt ook. Ja, als je gewoon die lijn kan doorzetten door de vereniging, want ook onze A1 die doet het gewoon in de hoofdklas uitstekend. Dat geeft vertrouwen en dat geeft mensen ook de motivatie en energie om een extra stapje te doen voor de vereniging. Ja, en ook nog dan een zaaltak natuurlijk die het uitstekend doet met 6 teams en een eerste helft wat ook nog boven in de hoofdklasse staat. Ja, die jongens die doen natuurlijk uitstekend. Ook alle lof voor de zaalcommissie natuurlijk, want die zorgen wel dat al die teams perfect voor elkaar zijn en goed geëerd worden met alles wat ze nodig zijn. En ook zaal 1, die staat toch echt dit jaar voor promotie klaar. En ik denk dat het dit jaar ook maar eens een keer moet gaan gebeuren. Vraag rijst dan natuurlijk wel, kun je dat organisatorisch ook allemaal bolwerken? En nou niet alleen organisatorisch, maar ook financieel. Hè? Want ja, stel je voor een zondag in de hoofdklasse, dat een zaterdag nog een stap hoger, een zaal in een divisie. Ja, dat wordt allemaal wel wat lastiger, denk ik dan. Ja. Het gaat allemaal wat sneller dan we gedacht hadden. Dan dat we op papier gezet hadden in ons plan. Maar dat is een luxe probleem. En daar hebben we mee te dealen. En natuurlijk organisatorisch is er veel te doen binnen VV Hogeveen. En ik hoop ook dat ook veel mensen nog opstaan om iets te kunnen doen. Want het blijft lastig om dat te regelen met, ondanks dat we een hele grote vrijwilligerschare hebben, om ook organisatorisch goede mensen erbij te krijgen. Maar merk je wel dat die positieve resultaten daarop invloed hebben, dat sommige mensen toch dan net even een stapje extra wel willen doen? Ja, wat ik net zei, het is gewoon heel goed dat er gewonnen wordt en dat er een goede sfeer rond de club hangt. En dat we ook een goede uitstraling hebben naar de rest van de clubs. En dat geeft mensen de energie om het een stapje extra te doen. Dan even naar de actualiteit. Je bent geen hoofdklasse nog, dus je bent niet nauw betrokken bij het verhaal van de samenvoeging van de hoofdklasse. Maar jullie volgen het, neem ik aan, wel op de voet, het initiatief van MSC. Ja, want het is natuurlijk wel iets waar wij ook in ons plan een beetje op gerekend hebben. Dat wij klaar wilden zijn voor de hoofdklasse op het moment dat ze ook samengevoegd werden. Dat zit er nu aan te komen. Ik heb natuurlijk ook wel even contact gehad met mijn collega-voorzitter van HZVV. En ook uitgesproken dat wij wel een voorstander daarvan zijn. Want ik denk dat het gewoon nodig is om het ook het financieel te kunnen dragen. Is het gewoon nodig dat die hoofdklassen samenkomen. Want zoals het nu is, is gewoon een commerciële no-no. Dat kan niet. Je kan niet en meer geld kwijt zijn en minder supporters die je op je park krijgt. Duidelijk verhaal. Wat dan wel de vraag die dan bij velen wel op zou komen. Je moet vaak op zaterdagmiddag gaan voetballen. En een voorwaarde kan zijn van sommige clubs dat het ook nog eens om 2:30 is. Dan zit je wel met je zaterdag. Ja, dat zijn organisatorische dingen waar we dan wel tegenaan lopen. Weet je. We kunnen veel dingen regelen met de KNVB natuurlijk. Ik denk dat 2:30 voetballen eigenlijk voor ons geen optie is gezien de zaterdag. Want die heeft een platform en dat moeten ze gewoon behouden. Maar daar komen we altijd uit. Ja, want het is wel een kwestie van water bij de wijn doen, hè, zoals elke keer wordt gezegd. Omdat een aantal zaterdagclubs er natuurlijk niet voor zijn. Ja, ik begrijp de beweegredenen niet zo waarom ze niet voor zijn. Want ik denk dat het ook voor hun gewoon een aantrekkelijker is om alles gewoon bij elkaar te voegen. De tijd kan een probleem zijn, maar ik kan me dat niet zo erg voorstellen. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat het een win-win situatie is. Maar goed, het moet eerst ook allemaal gebeuren dan natuurlijk. Hè? En wat dat betreft, volgende week gelijk een clash hier in Hogeveen tegen Alzi dus. Ja, inderdaad. Ik kijk er ook heel erg naar uit. Als ik zie hoe de zondag ermee bezig is, hoe ze aan het trainen zijn. Die jongens zijn topfit, die zijn gewoon klaar voor de wedstrijd. En die hebben er ook helemaal heel erg veel zin in. En wij ook natuurlijk. Het is een prachtig affiche, nummer 1 tegen nummer 2.